Hallo dames en heren, we zijn vandaag op Echnaton en we gaan vragen stellen wat mensen ervan vinden dat Grappenhaus zich niet aan zijn eigen regels houdt. Ik heb hier een docent van restaurant L'École, het leerbedrijf. Grappenhaus. Ja. Heeft hij gehoord van op zijn bruiloft dat hij geen 1,5 meter heeft gehouden? Ja, ik heb het gehoord. Ja, wat vindt hij ervan? Ik vind het een lastige. Ik begrijp die man hartstikke goed dat hij de fout is ingegaan. Ik doe het zelf eerlijk gezegd ook wel eens een keer. Alleen hij heeft een voorbeeldfunctie. Dus daarom is het niet zo goed, niet zo grappig van Grappenhaus. Dat had hij niet moeten doen. Dus wat dat betreft is het niet slim van hem. Maar als mens begrijp ik het wel dat het kan gebeuren. En zeker op zo'n feestdag. Maar slim is het niet. We zijn nu bij de docent van... Mens en Natuur, Emiel van der Weijden, BK Onderbouw. Wat vindt u ervan dat Grappenhaus zich niet aan zijn eigen regels houdt? Ik ben er een beetje dubbel in. Ik vind als je minister bent... en je legt regels op aan mensen, dan moet je je er zelf sowieso aan houden. Aan de andere kant snap ik ook dat als je op je eigen bruiloft zit, dat het heel verleidelijk is om dan per ongeluk je schoonmoeder te knuffelen en zo. Maar ik vind niet dat het kan. Als de vraag is, zou die moeten aftreden, dan weet ik het eigenlijk niet. Maar ik denk wel dat die ongeloofwaardig is geworden. Want ja, weet je, als ik tegen jou zeg, je moet nu je mond houden en ik moet dat ook doen en ik doe het niet... Dat is wel gek. En ik vind het wel bijzonder dat dan toch heel veel mensen... die hebben ook boetes gekregen omdat ze zich niet aan de regels hielden. Ja, snap je wat ik bedoel? Ik zeg aftreden. Ja, en waarom? Nou, omdat wat jij zegt, hij houdt zich niet aan de afspraken. En het is vrij moeilijk nu voor de BOA's om mensen aan te spreken op gedrag wat we niet willen. En als hij al zelf niet het goede voorbeeld kan geven, dan vind ik dat hij af moet treden. Hij heeft een domme fout gemaakt. Om op zijn eigen bruiloft handig te gaan schudden en mensen te omhelzen en te zoenen. Dat snap ik niet. Bedankt voor het kijken, dames en heren. Vergeet hieronder niet te abonneren op dit kanaal. Vergeet geen duimpje achter te laten. En laat in de comments weten wat jij van Grappenhaus vindt.